Goedenavond, dames en heren. Welkom hier bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Lingewaard hier in de Theaterkerk in Bemmel. De betekenis van ontmoeten, weet u wat dat is? Het is namelijk niet eenduidig, er zijn veel meer betekenissen. Bijvoorbeeld iemand tegenkomen en persoonlijk contact maken. Met iemand kennis maken en een gesprek voeren. Of bij elkaar komen en elkaar zien. De belangrijkste gemene deler is het woord samen. Samen iets doen. Verbinding zoeken met elkaar. Ontmoet elkaar in Lingewaard. Dat is het thema wat hier vanavond centraal staat. En waar de burgemeester dit jaar ook extra aandacht voor wil vragen. Ze zal dit zo in haar nieuwjaarstoespraken ook nog wat verder toelichten. Met muziek en dans gaan we het thema het komende half uur hier uitdragen. En daarna heeft u alle tijd om in het theatercafé hier, onder het genot van een hapje en een drankje, elkaar te spreken en te ontmoeten. Ik hoop dat u ervan gaat genieten en een mooie avond zult beleven. En dan geef ik nu graag het woord aan onze burgemeester Nelly Kals. Ja, wat mooi en goed dat jullie hier vanavond allemaal zijn. En ook namens onze kinderburgemeester Sebas wil ik jullie natuurlijk een mooi 2024 wensen met veel geluk en gezondheid. En ja, weet je, normaal gesproken ga ik niet meer over corona hebben in deze tijd, maar ja, dan hadden we toch even een gesprekje net. En toen bleek dat deze groep had in 2020 al hier in de Theaterkerk zullen optreden. En dat is toen niet gelukt, dus ik ben hartstikke blij dat het nu wel gelukt is. Dus wees welkom. Nou ja, vorig jaar trapten wij af met het thema De Jeugd Heeft de Toekomst. En ik vind het heel belangrijk dat de jeugd in Lingewaard een stem heeft. En dat doen wij niet alleen door een kinderburgemeester te benoemen. We hebben dit jaar al de 9e kinderburgemeester, maar dat doen wij ook met de kinderraad. En de kinderburgemeester komt over het algemeen uit de klas waar de kinderburgemeester zit. En die mogen dan allerlei onderwerpen aandragen die zij belangrijk vinden voor de gemeente. En die onderwerpen worden dan in een soort kinderraad, net zoals de gemeenteraad, worden die dan besproken. En dan gaat het natuurlijk heel vaak over speelruimtes, het gaat over afval, maar het gaat ook over dingen als duurzaamheid. En ik moet zeggen dat als ik zie met welk enthousiasme en de betrokkenheid deze kinderen deze onderwerpen bespreken en over beslissen, dat ik daar heel erg blij van word en met mij heel veel anderen. Wij doen ook niet alleen de jeugd, zeg maar de basisscholen, we hebben ook een jongerenraad en dit jaar gaan we ook voor het eerst een jongerentop organiseren. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat verlopen. Maar goed, 2024 ligt voor ons. Een jaar, zoals Marlies al zei, staat in het teken van ontmoeten. En als gemeente blijven wij werken in al onze kernen aan een aantrekkelijke, veilige en fijne leefomgeving. We blijven investeren in een goede buitenruimte en toegankelijke en uitdagende voorzieningen voor sport en cultuur in alle kernen. Want dat zijn de plekken waar mensen elkaar graag en laagdrempelig kunnen ontmoeten. En we weten ook dat lang niet iedereen in staat is om zomaar bij een vereniging te gaan. Soms zijn er financiële drempels, maar ook daar werkt de gemeente Lingewaard aan door bijvoorbeeld de meedoenregeling dat iedereen mee kan doen. Ja, en dan in onze gemeente zijn ontzettend veel vrijwilligers. Waar ik ook kom, dan zie ik hoeveel mensen zich belangeloos inzetten voor deze gemeente. En dat zie ik ook tijdens Koningsdag als ik weer de lintjes uit mag reiken. En onze vrijwilligers zijn uitermate belangrijk, want zij zorgen ervoor dat de verenigingen kunnen draaien en dat zij ook voor op die manier aan de sociale cohesie in de gemeente werken. Maar ook bij de opvang van vluchtelingen en bij de naturalisatie van inwoners zie ik dat heel veel Lingewaardse inwoners deze families ondersteunen. En dat maakt mij als burgemeester heel erg trots. En we kunnen veel van elkaar leren. Dat zien we onder meer bij het Internationaal Café in het Zilverhuis in Huissen. Daar wordt een connectie gelegd tussen Lingewaarders en de mensen met een andere cultuur. Dat zijn hele waardevolle ontmoetingen. Inwoners vertellen over hun land, de cultuur, maar je kunt er ook naar hun muziek luisteren en je kunt hun eten smaken. En dat zijn hele mooie en leerzame middagen en ik nodig u uit om daar eens een keer naartoe te gaan. En elkaar ontmoeten en naar elkaar omkijken hoeft niet per se bij een vereniging of stichting.
Dat kan natuurlijk ook door een kopje koffie bij een buurman of een buurvrouw die alleen woont. Of door te vragen aan iemand die hulp nodig heeft. Een klein gebaar heeft al een groot effect. En onze kinderburgemeester Sebas heeft hier ook een speerpunt van gemaakt, waarin hij ook zegt dat hij jongeren en ouderen zeg maar aan elkaar wil verbinden. En ontmoeten begint met het openstaan voor elkaar. Zonder vooroordelen en met respect voor elkaar. En verschillen mogen er zijn. Ieder heeft een eigen verhaal. Laten we daar in 2024 ruimte voor maken. Voor elkaar ontmoeten, elkaar horen en zien. Ik wens u allen een heel goed nieuwjaar toe. Dank u wel. Uit de gemeente en het is gewoon leuk om te doen ook, vooral, ja. Allemaal. Ja, ja. En ja, je doet het nu een paar maanden en hoe vind je het? Leuk en bijzonder, want je mag echt veel dingen doen, ja, dat is gewoon mooi. Zoals? Kun je een voorbeeld noemen? Ja, Sinterklaas intocht. Krijg je natuurlijk extra veel pepernoten. Ja, ik krijg heel veel. Sinterklaas, ja? Ik mocht in Gent, bij een restaurant, mocht ik proeven. Toen wouden ze dat er gezondere dingen op het kindermenu kwamen. Dat er niet altijd frikandellen of zo op zaten, dat er ook gezonder op. Ja, want dat vind jij heel belangrijk, hè? Dat ook jongeren al gezond eten. Nou, ik denk dat dat heel goed is, want er zijn zoveel jongeren met overgewicht. Het is heel goed dat je daar ook voor inzet. Want je hebt een aantal belangrijke zaken, hè, waar je het komend jaar op wil richten. Kun je er een paar noemen naast het gezonde eten? Eenzaamheid, ja. Is belangrijk. Verkeersveiligheid, tegen pesten. Ja, nog een paar. Ja, want voor verkeersveiligheid heb je ook een mooie video opgenomen, hè? Ja, dat is Mono. Ja, kun je even uitleggen wat dat precies is? Dat je veilig in het verkeer rijdt, dat je de telefoon ook weg moet doen. Daar ging het filmpje over, soort van. Dat je alleen richt op het verkeer en niet met je mobiele telefoon bezig bent, toch? Ja, ja. Dat je weg doet als je wordt gebeld. Ja. Hey, en je noemde net ook een hele belangrijke, pesten. Ja. En kun je daar iets meer over vertellen? Het is niet leuk als iemand wordt gepest. Want ja, als die thuis komt en dan is die emotioneel al. Ja, dat is zielig. Heel zielig. En vooral met social media gebeurt dat veel, hè, de laatste tijd bij jongeren. Ja, dat zie ik ook wel eens. Ja. En wat doe je er dan aan? Ja, er zitten wel heel veel reacties dan, maar ik reageer er niet op eigenlijk. Heel goed. Zeg je niet, ik ben de kinderburgemeester, stopjes? Nee. Nee? No. En je hebt nog een heel belangrijk punt op de agenda staan. En dat is dat je wil dat niemand zich alleen voelt. Ja. Waarom vind je dat zo belangrijk? Het is natuurlijk echt zielig voor degene die dan alleen is. Niemand verdient dat, dus. Nee,
En je hebt daar ook een heel mooi idee over, hè? Ja. Een musical bijvoorbeeld voor in het gemeentehuis of ergens van groep 8, dat die de musical ook nog een keer extra gaat doen, maar dan voor ouderen. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, hè? Musical niet alleen voor de ouderen, maar voor de leerlingen, maar ook voor ouderen. Ik vind het een prachtig initiatief en ik hoop dat je dat ook echt voor elkaar gaat krijgen, want ik denk dat ook ontzettend veel ouderen daarvan zullen gaan genieten. Nou, ik zag ook op je Facebook, want je hebt een eigen Facebookpagina, hè, voor kinderburgemeester. Je hebt al een hele hoop leuke dingen gedaan. Je bent ook al een paar keer met de burgemeester op pad geweest en met de wethouders. En wat vond je nou eigenlijk het allerleukste om te doen? Ik denk het proeven. Het proeven. Ja, heel goed. Heel goed. Ik vind de wethouder ook heel goed dat je dat noemt. Maar je hebt ook nog iets heel belangrijks gedaan. Ja. Je hebt ook nog een training gevolgd. Ja, dat was voor dementie. Ja, daar kregen we op school ook uitleg over. Ja, hoe dat in elkaar zit, zeg maar. Over wat het is, ja. En wat je eraan kunt doen als je iemand tegenkomt, hè. Ja, dat is heel belangrijk, want gemeente Lingewaard is ook een dementievriendelijke gemeente. En we hebben ook voor het komend jaar een certificaat daarvoor gekregen. Dat betekent eigenlijk dat wij als gemeente ook ervoor zorgen dat mensen met een bepaalde vorm van dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven en deel kunnen uitmaken van de samenleving. Dus ook weer die verbinding met andere mensen houden. Dus ik denk dat dat heel goed is. En ook heel goed dat je al zo jong bent, dat je daar ook over leert en kunt herkennen en ook die mensen kunt helpen daarbij. Nou, hartstikke goed. Hey, en wat staat er de komende tijd voor jou op de agenda? Met carnaval, mag ik of zo, ja, daar moet ik bij zijn. Ik weet, ja. Ik denk dat heel veel mensen in de zaal dat heel leuk vinden dat je daarbij bent. Nou, vier je normaal gesproken ook carnaval of is het de eerste keer? Op school. Op school. En wel eens bij het Gouden Herald daarna. Oh, oké. Okay. Hey, vanavond staat natuurlijk het thema ontmoeten centraal. En als ik nou aan jou vraag, waar denk jij nou aan bij het thema ontmoeten? Ja, mensen ontmoeten, zeg maar. Dat je mensen of voor het eerst ziet, of vrienden, dat je met elkaar gaat afspreken, of familie gaat met elkaar eten. Dan ontmoet je elkaar, zeg maar, ook wel. Ja. Nou, ik vind het hartstikke goed. Gewoon lekker samen zijn met je vrienden. Met ouderen, gewoon kennis maken met iedereen. En als kinderburgemeester kom je natuurlijk hier in de gemeente heel veel mensen tegen. En zul je ook de komende tijd nog heel veel mensen ontmoeten. Nou, Sebas, ik dank jou voor dit interview. Je mag weer lekker gaan zitten. En genieten van het verdere programma. Dank je wel. Thank you.
geen gedachten, komt nu het moment, ja, dat ik word erkend, ja, als koning der dieren, een naam die zal sieren. Zal ik laten zien wat ik kan, wat er nu is tot alles in staat. Staat verlaat. Wij zijn samen tot alles in staat. Zoveel zeggen, maar hoe vertel ik haar wat ik heb meegemaakt? Onmogelijk. Dat valt mij veel te zwaar. Hij heeft iets te verbergen, al kon ik er maar bij. Waarom wil hij geen koning worden? De koning, dat is hij. Yeah.
Vaders hart beat so imperfectly. That when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am met een kort gedicht. Zomaar een ontmoeting op een mooie dag. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. Zomaar wat aandacht, een woord en gebaar. Simpelweg een beetje aandacht voor elkaar. Wij wensen u allemaal een heel liefdevol 2024 en ga of blijf elkaar ontmoeten in Lingewaard. Proost! De Lestendans van Tonia. Please like and share the video in social networks, and we'll be right back to you as fast as we can. And don't forget to give us a like. Like on this video if you like it. Subscribe to the channel if you have not done so yet. And I hope to see you guys soon. Peace.